Je hebt zoveel verschillende dingen in verpleegkunde. Je kan altijd verder kijken, zeg maar. Het is niet altijd, oh, ik vind dit niet leuk, dan is het niks voor mij. Ik begin rond de uur of 7:15, 7:30. Dan ga ik de patiënt inlezen. Wanneer ik de patiënt heb ingelezen, ga ik naar de patiënt toe, ga ik diegene begroeten, geef ik de medicatie, doe ik de controles. Als u zich opeens heel anders begint te voelen, gewoon heel erg begint te zweten, warm, koud, dan moet u het gewoon goed laten weten. Dus dan drukt u gewoon weer op een knopje en dan kom ik eraan. Goed. Die patiënten proberen gewoon de best mogelijke zorg te geven. Vaak zijn ze natuurlijk ook wel echt al ziek. Sommige mensen hebben ook niet een grote sociale kring. Als die mensen niemand hebben om op terug te vallen, dan is het wel fijn om iemand daar te hebben. Soms delen mensen ook veel sneller intiemere dingen. Gewoon dat ze echt ergens mee zitten of zo. Of dat delen ze dan veel makkelijker met mij. Ik ben daar wel echt trots op dat mensen mij zo... Ze voelen zich zeg maar wel op hun gemak om dat soort dingen met mij te delen. Ik heb 4 dagen in de week stage en dan ga ik 1 dag in de week terug naar school. En op school heb ik dan bijvoorbeeld losles of klinisch redeneren. Tijdens klinisch redeneren ga je bijvoorbeeld praten met je klasgenoten, maar je krijgt ook les over hoe je een bepaalde opdracht dan moet aanpakken. Tijdens de losles bespreek je bijvoorbeeld soms wat je tijdens de stage hebt meegemaakt. En dan heb je gewoon steeds een nieuw onderwerp. Iemand dan meer van weet en de informatie deelt aan de rest van de klas. Waarom je voor verpleegkunde moet kiezen, is je doet iets voor de mens en ze zijn je super dankbaar. Ik vind zelf ook gewoon een prettig gevoel hebben dat je ook gewoon iets voor iemand kan doen. Als je twijfelt voor de opleiding verpleegkunde, zou ik gewoon naar de open dag gaan van de HVA. Of je kan er ook voor zorgen dat je een dagje meeloopt bij ons op school. Dan ga je gewoon de les in, dan kan je gewoon kijken of verpleegkunde iets voor jou is.